Hallo. En dan komen ineens ponnetjes voorbij gerold. Goeiedag en super fijn dat jullie weer kijken. Ik wil het graag in deze vlog hebben over potgrond. De laatste tijd zit ik heel erg veel afleveringen van de Keuringsdienst van Waarde te bingen. Dus terug te kijken online op aflevering gemist. En toevallig, vlak voordat ik potgrond wil kopen voor de tuin, beland ik bij een aflevering van een jaar of 5 geleden. Die gaat over potgrond. Potgrond schijnt namelijk niet echt bepaald een milieuvriendelijke manier te zijn om de grondkwaliteit van je tuin beter en vruchtbaarder te maken. Er schijnt namelijk dat je voor potgrond veen nodig hebt. En veen is iets wat langzaam wordt gecreëerd in de natuur door mossen. Om een flinke laag veen te creëren heb je duizenden jaren nodig. Voor een diepte van 8 tot 9 meter veen heb je namelijk 8 à 9000 jaar nodig voordat er zo'n laag gecreëerd is in de natuur. En veen is een product dat wordt gewonnen uit moerassige gebieden. Hier in Nederland heb je die gebieden ook, maar hier in Nederland zijn ze allemaal beschermd. En dat is maar goed ook. Er zijn dus landen waar het dus niet beschermd is. En één land daarvan is bijvoorbeeld Estland. In Estland worden honderden miljoenen tonnen aan veen per jaar geproduceerd. Waarvan 1/3 wordt geëxporteerd naar Nederland. En potgrond bestaat voor een groot gedeelte, de helft ongeveer, uit veengrond dat dus uit Estland komt. En in Estland worden daar dus flinke natuurgebieden gesloopt, omdat wij graag potgrond over onze aarde willen strooien. Niet alleen is de winning van veengrond erg schadelijk voor de natuur daar, het schijnt ook namelijk een behoorlijke grote opslag te zijn voor CO2. En als wij dat gebruiken in onze aarde, komt die CO2 ook weer vrij. Waardoor er dus onnodig ook nog extra CO2 wordt uitgestoten, wat eigenlijk al die jaren in de veengrond zat opgeslagen. En hoe toepasselijk is het dan om een vlog op te nemen in een heel mooi natuurgebied, genaamd de Grote Peel, hier in Limburg. Als ik nu bijvoorbeeld in een natuurgebied in Estland had gezeten, zou dat misschien wel een gebied zijn die zou worden verwoest, omdat wij graag potgrond hebben voor ons tuintje. Dus voor mij geen potgrond meer. Ik heb mezelf voorgenomen om geen potgrond te gaan kopen om de aarde van mijn tuin te verrijken en te bemesten. Hallo. En dan komen ineens ponnetjes voorbij gerold. Oh, how cute. Dus ja, ik heb nog steeds een hele verarmde grond en nogal zanderige grond die hard voedingsstoffen kan gebruiken. Nu heb ik door online research een alternatief gevonden. Een heel duurzaam alternatief. Het enige nadeel wat eraan zit, is dat daar wel dieren voor nodig zijn. En dat is een wormenhotel. Al je groenafval die je normaal in de groene bak zou doen of bij de GFT zou dumpen, die kan je in je wormenhotel stoppen. En dat wordt allemaal opgegeten door die wormen en uitgepoept door die wormen. Na 4 tot 6 maanden kun je dus al gebruik maken van je eerste batch. Wat heb je nodig? Je hebt namelijk nodig plastic emmers. Ik heb ze online gekocht op een site. Voor 4 euro heb je 5 van deze plastic emmers. Maar je kan natuurlijk ook gewoon zelf naar Febo gaan of naar een snackbar en vragen of ze een aantal plastic emmers over hebben die jij misschien zou kunnen gebruiken. En ze zullen die vast en zeker wel aan je willen geven. Maar ik ben dus heel lui geweest en ik heb ze online besteld. En hoe zit dat allemaal in elkaar? Nou, je hebt dus meerdere emmers, waarbij je aan de onderkant gaten van ongeveer 1 centimeter aan doorsneden in zitten. Behalve de onderste emmer. Daar zitten geen gaten in. Dan heb je nodig vulmateriaal om je wormen bij te doen. Daar gebruik je dus onder andere stro voor, karton. En aangezien ik ook nog in een natuurgebied ben, heb ik ook nog
blaadjes nodig. Dus we gaan nu op blaadjesjacht. Doen we bij de stro en bij het karton. Doen we een beetje water bij. En dan kan ik de bak met wormen die ik heb hier leeg laten. En hun huisje laten vestigen. Dus we gaan nu op zoek naar bladeren. Hier achter mij bevindt zich genoeg blad. Dus ik geef wat bladsprokkelen voor in de emmer. Nou, ik heb nu blad, stro en karton. Ik ga er een klein beetje water bij doen. Gaan mengen met elkaar. Ik pak nu een emmer waar gaatjes in zitten. Dan pak je het mengsel. Knijp je dat goed uit, zodat er geen water meer uitloopt. Dat doe je in de emmer met gaatjes. Wormen houden van vocht, maar het moet niet te vochtig zijn. Het is tijd om de wormen los te laten. Hier zitten ze in. We gaan de wormen hier een week inhouden en daar niks bij gooien. Pas na een week is de bedoeling dat je je GFT-afval in een emmer die je daarboven opzet. Dat je daar je GFT-afval in doet. Dit is dus de onderste emmer en lekbak. Daar kan je een potje in zetten. Waar je dus de emmer opzet met de wormen en de gaatjes. En daar lekt het overtollige vocht dan in. En dat is weer heel erg goed en vruchtbaar voor de tuin. Maar je moet het wel verdunnen met water. De verhouding moet zijn 1 op 10. 1 deel dit vocht en 9 delen water. Het is weer tijd om naar huis te gaan en over een week dan gaan we kijken hoe het met de wormen is. En dan gaan we voor het eerst onze groente- en fruitafval indoen. Het is inmiddels 4 maanden verder. In die 4 maanden heb ik heel erg nagedacht over het wormhotel en of ik daarmee verder wilde gaan. Ik heb inmiddels wel al die 4 emmers gevuld met groenafval, met heel veel fruit en heel veel afval van groenten. En de laatste weken heb ik heel erg nagedacht van eigenlijk is een composthoop beter dan een wormenhotel. Ten eerste hoef ik dieren niet in een opgesloten bak te laten zitten. En ten tweede trek ik veel meer dieren en biodiversiteit aan in mijn tuin als ik al mijn groenten en fruit laat composteren. Maar eerst was mijn keuze daar niet op gevallen, omdat we niet een geweldige grote tuin hebben. En je daar toch best wel een flink stuk voor vrij moet maken. Maar vorige week heb ik uiteindelijk toch de knoop doorgehakt. Ik ga stoppen met het wormhotel. En ik ben bezig met een composthoop. Ik heb een heel stuk van de tuin vrijgemaakt. Met wilgetakken aan de slag gegaan. Omdat ik een zo natuur mogelijk uitziende composthoop wil hebben. Die heb ik gemaakt in de voortuin. Dus die ga ik jullie nu laten zien. Zoals jullie kunnen zien staat hier het begin van de composthoop. Die heb ik gemaakt met wilgentakken. Ik haal dus de blaadjes en de takjes aan de zijkanten van de wilgentak af. En als dat tak kaal is, dan vlecht ik hem tussen de wilgetakken die ik in de grond gestoken heb, om en om. En maak ik er zo een geheel van. Zoals jullie kunnen zien heb ik een grote bos takken al voorbereid. Dat zijn de laatste takken die ik heb en die ga ik hiervoor gebruiken. En dan kan ik een beetje laten zien hoe je dus je eigen composthoop in elkaar kan vlechten. Thank you.
dit is het resultaat geworden met de overige takken. Ik heb dus niet genoeg takken. Hier in de buurt zijn heel weinig wilgen te bekennen. Dus ik hoop dat ik binnenkort nieuwe wilgen kan spotten. En daar wat takken af kan halen, zodat ik mijn composthoop verder af kan maken. En nu ga ik de Wormhotel emmers leeggooien op de composthoop.